Hoi allemaal en welkom bij deze vrijdag tutorial. En ik was een keizerspinguïn aan het tekenen met mijn bio-oil en kleurpotloden. En ik vind dit een gave beesten, echt geweldig. Ik kwam ze tegen in mijn encyclopedie van allerlei dieren die ik heb. En geweldig, prachtig beesten. Ze kunnen enorm groot worden, die keizerspinguïns. Maar ik kwam achter de pastelmatpapier. Dat is een nieuw soort papier voor mij. Dus mijn geliefde pastelpotloden weer uit de kast gehaald. En een setup sketch gemaakt. En dit is die pastelmat waar ik het over wil hebben. Is een ontzettend dik papier. Je kunt het zien. En deze komt dan in 4 kleuren. Je hebt verschillende soorten mappen. Allemaal met verschillende tinten. En ik heb dan deze gekozen. Dat is een antraciet grijs. En tussenin liggen van die vettige velletjes. Erg fijn. En de volgende kleur is dan het bruin. Die heb ik ook gekozen voor de tekenles van vandaag. En daarna nog een soort gebrande sienna. En wit zitten daarin. Ik gebruik dus de bruin voor deze tekenles. Op mijn Patreon pagina heb ik een setup sketch gemaakt. Daarin kun je de maten zien en de belangrijkste lijnen die ik heb opgezet om je te helpen bij de opzet van je tekening. Ik gebruik gewoon mijn eigen voorstudie. En ik was al een beetje aan het schetsen. Toen dacht ik, oh ja, laat ik de camera's aanzetten. En je ziet dus die lijnen die ik getrokken heb. En vanuit die lijnen kan ik dan de vrij makkelijke vormen van die keizerspinguïns opzetten. Het is echter wel wat ik merkte toen ik ze ging tekenen. Hoe eenvoudig hun vorm ook is, des te belangrijker het is dat die lijnen wel kloppen. Dus maak je de snavel te kort of te lang juist, dan krijg je ineens een heel raar gedrocht. En het is wel zaak dat je een goede voorstudie maakt. En dat je je schets bijvoorbeeld opzet gewoon met grafietpotlood. Grafietpotlood kun je namelijk nog lekker gummen. En waar ik me de eerste zorg voor droeg is dus die buitenste contourlijnen. De aftekeningen op het hoofd, maar ook aan de zijkant van het lijf. Daar zit ook nog zo'n hele donkere rand. En dan natuurlijk dat kuikentje. En ik heb ook gekozen voor deze compositie, omdat ik dit toch wel de ultieme vorm van liefde, ouderlijke liefde, voor hun jong. En dat jong zit heel vaak dus gekaddeld op tegen die ouders aan. En paps en mams die zorgen samen voor het jonkje wat ze krijgen. Over het algemeen maar eentje. Natuurlijk. En daar zorgen ze samen voor. Ik heb dus dat pastelmat. En na het opzetten van die eerste contourlijnen en aftekeningslijnen, dan kan ik al beginnen met het intekenen van de achtergrond. Ik heb gekozen voor een hele simpele en rustige achtergrond in hele koude kleuren. Blauw is koud qua kleur, terwijl rood natuurlijk het allerwarmste is. En geel zit daar een beetje tussenin. Ik zet ook een onderlaag van wit in. En je ziet hoe makkelijk dat pastelmat het pigment oppakt van mijn pastelpotloden. Ik had eerst nog overwogen om met panpastels aan de gang te gaan. Maar ik wilde hem eerst onderwerpen aan mijn pastelpotloden. Dus dit wordt gewoon een pastelpotloodstudie. Maar je kan natuurlijk ook uit gaan proberen met je panpastels als je die hebt. Of gewoon je pastel krijt. Geen probleem. Hier tussenin maak ik een beetje een combinatie van wit en blauw. Heb ik bovenin ook gedaan.
En dan waar die hoofden samenkomen van die ouders, daar doe ik dan het meest wit inbrengen. Hier naar beneden toe weer wat blauw. Maar ik wil ook kijken hoeveel ik kan blijven mengen op dat pastel matpapier. Dus hier zet ik een beetje een blauwachtig grijs eroverheen, dat die naar beneden toe ietsje donkerder weer wordt. En ik kijk dus gewoon eens even wat dat papier doet met mijn pigmenten uit die pastelpotloden. En zoals je ziet kan ik heel veel laagjes over elkaar heen zetten. Dat vind ik erg fijn, want je kunt dan lekker corrigeren. Stel je bent met een bepaalde kleur niet zo heel blij, dan zet je er gewoon een andere kleur overheen. Net zo lang totdat je de juiste tint hebt. Ook eens kijken wat de blenderstick ofwel de doezelaar doet. En ik zie al meteen dat deze heel makkelijk de pigmenten het papier indrukt. Dus ook met de doezelaar kun je alle kanten op. Nu dat ik de achtergrond, zeg maar de lucht achter de pinguïns in heb getekend, kan ik verder gaan met het inkleuren van allereerst paps en mams. Ik probeer wel zoveel mogelijk van links naar rechts te tekenen en van boven naar beneden. Zodat ik zo min mogelijk met mijn handen, want je rust toch wel je hand op het papier. Dus dat ik zo min mogelijk de tekening aanraak met mijn hand. Bovenin de pinguïns heb ik een heel donker grijzig blauw gebruikt. Maar voor die koppen zelf gebruik ik echt het pure zwart. Ik breng er wel een beetje tinten in aan. Want je ziet dat de linkse pinguïn eigenlijk ietsje meer naar achteren staat. Terwijl die rechtse pinguïn ietsje meer naar voren komt. Dus die rechtse kop, de rechtse koppie, zit voor het linkse koppie. Die streep aan de zijkant zet ik ook in met zwart. Die is vrij donker. Je kunt natuurlijk altijd even een stukje papier onder je hand leggen. Als je toch even een detail wil intekenen. En dan bespaar je ook je tekening of dat die vettig wordt, waardoor je krijt niet meer pakt. Dan ga ik verder met wit. En het is je misschien opgevallen, maar ik gebruik verschillende soorten merken pastelpotloden hier. Ik gebruik de Stabilo Carbotello's. Ik gebruik de Faber-Castells. En ik heb nog iets van een Kohinoor wit. Ik heb gewoon al mijn witte potloden bij elkaar gegrijd. Zodat ik zo min mogelijk hoef te slijpen tijdens deze opname. En sommige tinten zitten bijvoorbeeld niet in mijn Stabilo Carbotello's. En andersom, sommige tinten heb ik weer niet in mijn Faber-Castells zitten. Combineer ik nou al mijn pastelpotloden van verschillende merken, dan heb je een nog grotere rijkwijde aan tinten. Ondertussen ben ik de buik van de linkse pinguïn aan het intekenen. En wat je ziet is dat ik niet alles egaal wit maak, maar ik probeer wel iets van een verendek te tekenen. En dit is dan de zijkant van die bek. Daar zit wat kleur aan. En dat is volgens mij speciaal voor het jonkje. Dat die daar tegenaan kan tikken. En dan komen de visjes eruit gerold. In de vorm van braaksel. Hier heb ik een heel licht geel. Ook zeer fijn. De keizerspinguïn is over het algemeen natuurlijk wit. Met zwart. Maar er zit ook heel veel beetje blauw tint in. Een beetje heel zacht paars. En natuurlijk aan de rand van die kop dat knalgeel. En dat is zo mooi. Het zijn hele grote vogels. 1,24 meter kunnen ze worden.
Dus dat lijkt me heel indrukwekkend als je deze in het echt zou tegenkomen. Ik heb ze nog niet gezien in het echt. Maar ze zijn wel heel, heel erg inspirerend en mooi en zo strak van vorm. En ik moest ze gewoon een keer proberen te tekenen. Wat je ook ziet is dat dat geel prachtig over dat wit gaat en dat dat samen heel mooi mengt. Het geeft zo'n fluweelzacht effect. En ik kan zeggen, tot nu toe ben ik erg blij met deze pastelmat. Het papier is niet zo goedkoop, vind ik. Ik betaalde 17 euro nog wat. Maar ja, ik moet wel zeggen, het is wel de moeite waard. Het is erg, erg mooi papier. Het heeft een hele zware kwaliteit, zeg maar. Heel dik papier. En een hele bijzondere korrelstructuur. En het heeft iets weg van de Mitentes Touch. Dat is ook een soort van schuurpapier. Maar de Mitentes Touch is nog korreliger. En nog scherper. En deze zit een beetje tussen de canson in en de Mitentes Touch. Erg fijn, erg mooi. Smooth soort papier. Maar met heel ontzettend veel grip voor je pigmenten uit je pastels. Je ziet dat ik inmiddels ook al de lijven zelf naar beneden aan het inkleuren ben. Ben inmiddels ook met de rechtse pinguïn bezig en aan het mengen met wit, lichtgeel en zo proberen wat structuur aan te brengen. Bovenin hebben ze wel veertjes structuur. En ik zal hier eens wat meer inzoomen voor jullie. Hier zie je dat geel. En dan mag je best, hier bovenin, mag je best hard met dat geel erin gaan. En dan in de rest van het lijf allemaal ietsje zachter. Dus hier mag dat geel er echt wel uitspringen. En wat ik ook doe is een heel klein beetje rood aanbrengen. Nauwelijks zichtbaar, maar dit geeft net even die, ja, ik weet niet, die glans van dat geel, zeg maar. Bovenin is de pinguïn dus wat meer blauwig. En die koppen, zoals ik net ook al zei, die hou ik pikzwart. Hier weer die zijkant van de bek, gewoon een beetje gebrande sienna en een klein beetje wit is afdoende. Hier weer wat veerstructuur. Ze zijn natuurlijk zwartig aan de zijkant. Maar je ziet wel degelijk nog wel wat veertjesstructuren en dat soort dingen. Dit is dan de schaduw naast de vleugel. En dan gaan we beginnen met het kuikentje. En die zijn echt ook zo leuk. Ze hebben een beetje een witte gezichtje. Een beetje heel anders dan de ouders eigenlijk. En ze zien er ontzettend. Misschien heb je de film ook wel gezien. Met dat kuikentje Happy Feet of zo. Geweldig. En daar zie je ook zo'n kuiken. En die hebben veel meer, een beetje meer warmere tintjes ook in de veertjes zitten. Het is meer een mengelmoes van grijs. En ze zijn ietsje grauwiger om te zien. Een beetje, ze hebben natuurlijk ook allemaal van die donsveertjes nog. Dus ze zijn lang niet zo strak als dat paps en mams zijn. En, maar wel met die specifieke aftekening. En dan van die ontzettende lieve kleine kraaloogjes daarin. Dus die moet ik zien te pakken te krijgen in deze tekening. En babykuiken die kijkt natuurlijk omhoog naar paps en mams toe.
En ik probeer zoveel mogelijk die donsveertjes eruit te tekenen. Ook de schaduw die tegen de buik valt van, ik denk dat rechts dan maar papa is en links mama. Maakt me niet uit. Maar dat kuikentje hangt dus tegen die buik van papa aan. En kijkt omhoog naar beide ouders. En dit is dat bruinige grijs wat ik dan uiteindelijk nog over dat kuikentje heen zet. Dus ietsje bruiniger zijn de kuikentjes. Steekt op die manier ook mooi af tegen het strakke pak van paps en mams. Nou, als je dan je pingwings zover af hebt, dan kun je nog even kijken naar je achtergrond. Ik wil het licht wat meer eruit laten springen. Dus vooral tussen die twee kopjes in, bovenin, van paps en mams. En ik trek nog wat van die donshaartjes eruit. En hier nog even het licht wat van achteraf komt. Zodat dat ze er goed uitspringen, die beide ouders. En natuurlijk een hele zo strak mogelijke bovenlijn van die de nekken van die twee keizerspinguïns. Heel, heel erg leuk om te doen. Ik hoop natuurlijk dat jullie deze tekening ook gaan proberen. Deel het op mijn Facebook als je het leuk vindt. Of bezoek mijn Patreon-pagina. Ook daar kun je tekeningen kwijt. En misschien wil je me daar steunen. Ook super. Ik zou zeggen, heel veel plezier ermee. Heel veel succes. En tot volgende week vrijdag. Ik denk dat ik dan terugkom met nog meer van die pastelmat. Maar we zullen zien wat deze week mij brengt. In ieder geval tot volgende week en groetjes van Lieneke.